Wacht even, de vlog ook. Hoi guys, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe, nieuwe vlog met mijn nieuwe tanden. En Janice heeft ons verrast. Ze is zo'n schatje. Dit is echt de beste trip advisor ever. Ze heeft ons geholpen door alles in de, met onze tanden. En ze heeft een surprise voor ons geregeld. En ze heeft een nieuwe kamer. Wat was die smoes die je verzon? Onze kamer was onder water. Ja, die was helemaal onder water. Al die kleren zaten onder water. En we hebben de meest smerige kamer, kleine kamer kunnen regelen die we konden vinden. Nou, moeten jullie deze vieze kamer eens zien. Dum, 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 dum. Nou, dit staat er voor ons klaar. Dit heeft ze voor ons gehad als cadeau. En dan gaan we naar buiten. Oh my god! Zo, en nog een bedbomp erbij. Lekker uitzicht, het is lekker warm. Hey, dit is wel een cadeau voor jou alleen, hè? Niet dat iedereen. Ja. Jongens, dit is niet. Iedereen krijgt dit allemaal. Ja, precies. Maar in ieder geval, ze is wel de beste gids die je kan hebben als je gaat opereren of weet ik veel wat. Ze doet niet alleen tanden, ze begeleidt ook in BBL. In eigenlijk elke surgery die je kan hebben. Ik zet trouwens de nummer weer eventjes hier. Want jullie kunnen sowieso gewoon bellen en appen als je informatie wilt over alles en nog wat. Toch? Wat doe je eigenlijk allemaal? Ik ben een medische coördinator en ik regel van tandbehandelingen tot esthetische chirurgie, haarimplantatie, fysiecorrectie, dan moet ik die laser-oogoperaties, zeg maar. En voor mensen die bij wijze van spreken heel veel overgewicht hebben, interesse hebben in een gastric bypass, gastric sleeve, hebben we ook mogelijkheden om bariatrische chirurgie te regelen. Waarvan ik eigenlijk zelf een voorbeeld ben, want ik was ooit 140 kilo, maar met een gastric sleeve ben ik nu 58. Wauw, mag ik die foto van je erbij zetten? Ja, ik stuur je dat wel even via WhatsApp naar je toe. Nou, hier komt de foto. Tadaa! Oh mijn god, ja, nou wij gaan lekker genieten van het bad, want ze zei dat we maar een paar uur... Mwah, thank you very much. Hoeveel kussen geef je in Turkije? In Turkije doen ze twee keer. Ik heb 3 jaar lang moeten wennen hier dat ze het 2 keer doen, want ik was 3 gewend. Oké, ik probeer dus nu deze kurk uit die kurkentrekker te halen, maar het lukt gewoon niet. Wat ik echt zo mooi vind van Turkije is dat er om een paar uur zo'n gebedsding is afgaan. Oeh, mijn tanden zijn echt kapot. Wit. Als ik nu lach is het een million dollar smile, bitch. Wat een cute outfit, hè. Ik heb dit shirtje hier in de stad ergens gehaald voor €2,50. Vet cute. Oh my god, hey. Ik ga nu even snel omkleden, omdat ik al foto's heb gemaakt in deze outfit. Je ziet mijn waist trainer er doorheen. Vibes. Kijk wat voor tering binnen dit huis is. En wat zit er niet in de kamer? Your favorite Toby Spice, bitch. Alleen die soepel, ja. Die kunnen echt niet. Oh, hey! Daar ben ik weer. Dun, 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 dun. Toby, hoe gaat die tjoe van Toby Spice ook alweer? Dit is wel echt een mooi moment zijn dat de grond zich me doorzakt en dat ik dan. En dan ben ik opeens bij Jerry. Ik zou echt gekke gadgets hebben. Bijvoorbeeld deze tas. Wat is dat? Deze tas zou een gekke pistool zijn waarmee ik kon vliegen. Oh. Lijkt niet op een Totally Spice. Jij? Ja. Trek een gadget dan. Nee, hier zou de grond zeg maar weggaan en dan zou ik bij Jerry zijn. Mooi, je leeft echt een fantasie, hè? Wow. Kan ik niet doen. So guys, dit is alweer avond. En we zitten nu in de jacuzzi. Ja, maar genieten. Genieten, ik voel niks meer van mijn tanden. Voel jij nog wat? Jawel, man. Ja? Een beetje gevoelig eigenlijk. Ja, ik voel gewoon bijna niet meer. Je moet echt blij zijn. Ik ben ook super blij. En morgenochtend gaan we alweer vliegen.
Dus we gaan gewoon wakker blijven, toch? Ja, we gaan doorhalen zodat we lekker in het vliegtuig, want in het vliegtuig zit je niet zo. God, de drie dubbeltjes. Hey, Donnie Roefink. Jalal Oba. Jalal. Jatsa. Jatsa. Zeg jij eens Jatsa. Jatsa. Ja. Jatsa. Jatsa. Oké, klaar. Oké, klaar. Wow, je ziet gewoon mijn vetjes drijven. Ah! Gaan we de bruisbal erin gooien? We hebben nog eentje. Nee, maar nog één. Oké. Okay. Oh. Chill, hoe doe ik het? Ik voel toch dat je het expres doet. Ja, maar je doet expres tegen die dingen aan. We gaan de bruisbal erin gooien. Oh, deze ruikt gewoon lekker uit. Zou je echt niet denken van oranje? Dan krijg je denk ik altijd een vieze oranje. Oké, we gaan hem nu in gooien. Oh, hè, hij is gewoon kapot. We gaan nu de twee stukken dan maar erin gooien. Ik voel me echt twee als ik dit doe. Ja. Wow. Zo satisfying om te zien. Ik ga ze nu breken. Break it, break it, break it. Ik mis Brownie. Hij zal met ons chillen op een drijf. Een float. Een float. Brownie zou echt goed meegaan in die Turkse flex. Ja. Morgen zien we Brownie eindelijk weer. Heel in de jacuzzi. Dus we gaan even kijken hoe zij eraan toe is. Ciao. Even kijken wat voor aan het doen is hoor. Kijk eens, moet je zien, we zitten niet eens een paar uur in het hotel en kijk eens hoe Fonne met de spullen omgaat. Moet je kijken hoe die tafel eruit ziet. Je zou denken dat we een feest hebben gevierd hier. Maar ik kan je vertellen, we zijn met z'n tweeën maar. Kijk hoe netjes mijn koffer eruit ziet, hè. Geeft je al een beeld hoe netjes ik ben en hoe Fonne is. Nou, kijk, we gaan kijken wat ze aan het doen is. Let op 3, 2, 1... Wat zou je dat doen? Huh? De snaps aanmaken. Oh. Hele dag op je telefoon, hè? Waar was jij dan? Ging je zoeken? Ik zat in de badkamer. Nee hoor, ik ging in de badkamer kijken. Nee, ik zat achter de deur verstopt. Huh? Huh? Waar was je dan? Achter de deur. Ja, moeilijk hè. Kijk, die jongens, dit komt allemaal door de alcohol, hè, dat ze dat niet zag. Nee, want daar is die kaart niet meegenomen. En je was ook niet ik ben niet weg geweest. Ik zat achter de deur verstopt. Nee, je loopt de cap op. Jongens, ik heb het jullie net laten zien, dus jullie weten het. Alleen voor hen weten het natuurlijk niet. Ik zit achter de deur verstopt. Nou, wij gaan weer lekker chillen. Oh. Het is echt moeilijk vloggen, zeg. Ga je niet bij me in bad? Ik ga ook nu lekker in bad. Ik zat even mijn puisten te uitknijpen. Ik was even mijn puisten aan het uitknijpen in de spiegel, want... Soms als je slecht eet, varken vooral heb ik, als ik varken eet, dat ik echt helemaal onder zit. Dus daar was ik even mee bezig. Nu ga ik lekker de jacuzzi in. En dan gaan we lekker ontspannen. En morgen vroeg om, hoe laat gaat de wekker? 6 uur. Nee, 6 uur staat de chauffeur hier. Wow. Ja, man. Dus 5 uur. Half is het. 5 uur. 5 uur, jongens. Dus ik denk dat we gaan doorhalen. Allemaal nacht. Nee. Kleine kinderen kijken ook. Jongens, Amana, shh, niet zeggen. Jij weet het, ik weet het, niet zeggen. Oké, guys, het is 6 uur ochtends, 4 uur 's nachts Nederlandse tijd. Echt moeite gehad met opstaan, man. We gaan nu naar het vliegveld, gaan weer terug naar Nederland, back to the real life. Ready, ben je wakker, schat? Oeh. Kapot, man. Begreep die het of niet? Ja. Gaat dit aan zijn dochters geven? Nee, ik had even gezegd daar, kijk jongens, ik had echt heel veel kleren die niet in mijn tas pasten. Dus ik had gevraagd of deze man het wil brengen naar zo'n dump, zeg maar, voor mensen die kleding nodig hebben. Lekker gepoep, jongen. Helemaal koud gemaakt. Nou, dan gaan we. Laatste vliegtuig, gelukkig. Ze zijn helemaal kapot. Yes.
niet naar gekleed, man. Dat werd net boos omdat hij slippers aan had. Ik zei van ja, doe die lelijke slippers nou eens uit. Nou, daar zitten we dan. Iedereen mag pakken die plafond. Je hebt internet, wifi, je kan verbinden. YouTube, die Apple TV, afstandsbediening heb je. Kun je gewoon gebruiken, broer. Als je vragen hebt, ik rij voor. Nou, druk eens een keer op die knop, kun je met mij communiceren. Okay. Ik doe straks wel even tv omlaag. De tafel kun je ook eruit halen. Als je drinken wil, zit hier, broer, van Tacola. Pak top, wat je wil, geen probleem. Als je denkt, ik wil zuipen. Nou guys, ik ben net thuis. Ik heb mijn onesie aangedaan. Even een nieuwe pruik erop geknald. En ik ben echt kapot blij, want mijn nieuwe lashboxen zijn binnen. En ze zijn zo pretty. Kijk die shine. Wacht, ik ga het even goed filmen hoor. Ja. En ik heb ook echt iets super cools gekregen van Divi Move. Ik heb... een popcornmachine gekregen! Woehoe! Oh, en M&M's. Dit durf ik echt niet. Volgens mij moet die M&M's moet je volgens mij smelten in die popcorn. Oh, maar ik hou niet van zoete popcorn, man. Popcorn. Gaan we dat straks doen? Maar ik wil brownie ophalen, man. Ja, we gaan nu brownie halen. Kom. Hallo. Brownie! Hi kindje! Hi baby! Hi Tootie! Nee, zie je, sta gewoon weg. Hey Brownie! Hallo! We hebben de beste van Denzel. Zo! Hi! Zo! Nou, we hebben net even eten gehad. We gaan nu met Brownie naar huis. Dan ga ik even snel de vlog van vandaag editen. En dan blijven we DAF thuis. En dan ga ik door naar Femke. En dan gaan we onze haren doen in Rotterdam. Dit is echt mijn favoriete tune at the moment. Kijk me aan. En iedereen vraagt me altijd hoe heet dit liedje, hoe heet dat liedje. In de beschrijving staat... mijn playlist. Ik heb een Spotify playlist. Dus ja, als je wilt weten welke tunes ik allemaal luister, volg gewoon mijn playlist op Spotify. Hallo guys, ik ben nu bij Fem thuis. Hey! Zijn de reinigen na een week. Oké, okay, Hallo, Lijs, ik ben echt wel loers op haar tanden hoor. Nou, dankjewel. Ik heb een metaal draadje in mijn bek. Nou, liever dat je je tanden laat wegslijpen. Ik ging huilen hè, door die injectie. Oh mijn god, ik ging echt huilen als een dikke baby. Een dikke baby, waarom zeg ik dikke baby? Oké, okay, nee, wacht jongens. Er werden heel veel vragen gesteld of je achteraf nog pijn hebt als je je tanden hebt gedaan. Maar ja, ik had zeg maar in het vliegtuig had ik een beetje, ja, het voelde alsof mijn tanden een beetje aan het trekken waren. Je weet wel, de eerste dag als je een beugel hebt, dat je tanden kapot van pijn doet, dat had ik. Maar het is nu wel een beetje weggetrokken. En voor de rest heb ik niet echt veel last meer. Ik heb ook pijnstillers gekregen. Mashallah, dan kan je extra sterk. Ja, Turkse pijnstillers, mashallah. En ja, ik wil eigenlijk nu de vlog afsluiten. Als jullie nog vragen hebben en weet ik wat over mijn tanden. Of stel ze over... aan mij. Ja, ik ga dus de vlog afsluiten. Vond je dit een leuke video? Doe dan een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. En ik had al op Snapchat gezet en Instagram dat ik ga proberen elke dag een vlog op te laden om 8 uur. Ik ga het proberen jongens. Ik doe niet echt veel in mijn leven of zo, maar ik ga gewoon proberen om elke dag iets online voor jullie te zetten. Oké, okay, doei. Kijk, mijn nagels zijn afgebroken. Ik voel me echt een... Hé, ik heb gefixt. We kunnen onze nagels doen straks. Echt? Ja. Oké.